Voor mij zijn de kernwoorden van onze school warmte, betrokkenheid en talentontwikkeling. Werken aan de talenten van de kinderen en ze laten bloeien. De bovenbouw begint een half uur eerder dan de onderbouw. Daardoor zijn er 5 leerkrachten beschikbaar om extra hulp aan de kinderen te geven. En nu kun je alle dagen een kind even helpen. Wat mij het meest trof was een open school met een goede cultuur, multicultureel en vrijheid. Met een heel speels element. In het donkere bos was een muisje op pad. De vos zag hem en dacht... Lekker hapje is dat. We beginnen met een basisinstructie bij ons op school. De hele klas doet daar aan mee. We beginnen met de tientallen en de eenheden. Weet je nog? De staafjes en de losse blokken. Na een korte instructie gaan een aantal kinderen al aan het werk, omdat zij dat dan al zelfstandig aan de slag kunnen. De basisinstructie volgt dan met de rest van de groep. Na de basisinstructie gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. En ga ik met een kleine groep de verlengde instructie geven. We werken hier op school met het stoplichtmodel. Als het stoplicht op rood staat, betekent dat de kinderen niet mogen praten. Als het op oranje staat, mogen ze samenwerken. De juf kan in die tijd met een klein groepje aan de instructietafel werken. Daarvoor is het heel belangrijk dat je je klas goed georganiseerd hebt. Dat kinderen weten wat er van hun verwacht wordt. Het groene stoplicht betekent dat kinderen samen mogen overleggen en mogen samenwerken. We hebben 3 arrangementen. We hebben het basisarrangement, dat is voor het merendeel van de kinderen. We hebben het verdiept arrangement, dat is voor kinderen die meer aankunnen. En we hebben het intensieve arrangement, en dat is voor kinderen die meer instructie en meer tijd nodig hebben. Nee, we geven hier technieklessen. We hebben hier 3 kleinkinderen op de school. En we helpen mee, omdat de ouders die moeten allemaal werken. Die technische torens die hier staan, waar iets van 80 dozen in zitten, met allemaal proefjes over windkracht, magnetisme, elektriciteit. Dat vinden de kinderen allemaal prachtig. Ik heb geleerd dat je ziet dat er wind tegen en wind in is en wind zij en dat soort dingen. Dus als je blaast, dan gaat het vooruit of achteruit. En dat is, hoe heet dat ook alweer? Windstand. Weerstand. Ja, en als je batterij nat is en je legt hem gewoon in een machine bijvoorbeeld, dan is het niet zo erg goed. Want anders, ja, gaat die elektriciteit, ja, dat wordt kapot. En dat is niet goed. En wij zijn 2 keer de excellente school geweest. Ja, excellente school. Dat wil een hele goede school zijn. Ja. Ja. We hebben leuke dingen op school en we werken heel goed en we luisteren goed. Ja. Nou, soms. Oh, en we werken met tablets. Ja, en we zijn hartstikke lief. Ik heb weer 1 stapje voor de 5. Dan klik je op verder, maar nu heb je alles gedaan. We werken met tablets omdat het allereerst heel erg leuk is en uitdagend voor de kinderen om op een tablet te werken. Daarnaast is het ook wat van de kinderen verwacht wordt. Er wordt tegenwoordig van de kinderen verwacht dat ze goed met computers om kunnen gaan in hun verdere onderwijscarrière. Daarom beginnen we hier al met het werken met tablets. Het voordeel voor mij is dat ik in 1 oogopslag kan zien welke leerling extra aandacht nodig heeft bij welk onderwerp. De lessen die ik geef, die voldoen allemaal aan het niveau waarop deze kinderen werken, de hogere denkniveau. Wat ze moeten leren in de klas, dat is eigenlijk van hen maken wat ze al weten. En hier ben ik blij als de kinderen opeens zeggen van, huh, of wat bedoel je? Ik snap het even niet. Dan heb ik het gebied bereikt waarvan ik denk, hey, nu zijn we aan het leren. En dan krijgen ze de mogelijkheid om goede leerstrategieën aan te leren. Wat we dus willen is dat er een lerende houding, een nieuwsgierigheid is naar het onbekende. Wij hebben de gymles voorbereid op maandag. En dan bespreken we met de juf en op dinsdag geven we de gymles. Hallo allemaal, welkom bij dit debat. 1. Debatteren is net zo belangrijk als rekenen, spelling en taal. Want je leert er net zoveel van. 2. Je kan je mening beter uiten en je kunt bepalen wat je zegt. 3. Het is leuk om te debatteren. Het allerbelangrijkste dat kinderen deze school verlaten.
terwijl ze zich bewust zijn van hun eigen talenten. Ja. Dat wij ze daar bewust van hebben gemaakt. En onder nieuwsgierigheid versta ik dan dat we continu nieuwe paden bewandelen. Kijken van wat is het beste voor die kinderen? Wat is het beste voor het onderwijs? Waar hebben ze het meeste aan in de rest van hun leven? En met zelfvertrouwen en zin in de wereld. Ja. Ja.